Nou, tot mijn verbazing heeft Rens de Jong nog niet in een Tesla gereden. Want de man die alles weet, alles voorzit, alles al gezien heeft en ook de wereld nu zelf schept met zijn eigen product. Ja. Rens, wat vond je van deze eerste ervaring? Het is heerlijk. Het is echt, ik moet even opletten. Dat moet nog wel doen. Makkelijk voor mij. Ja, had je makkelijk kunnen doen. Ja, ja, ik had het wel kunnen doen. Je had het makkelijk kunnen doen. Sorry. Nee, maar, weet je wat natuurlijk, maar dat, ik had al wel voorstellingen ervan dat je dus dat elektrisch inderdaad die ontzettende meteen power op je wielen. Links, had ik me links moeten? Nee, oké. Nee. Ik ga nu gewoon doen. Goed, ga maar. Go. Kijk dit, weet je. Oké, okay, zijn we weer. Dat vind ik wel heel erg gaaf. Dat heeft je rijbewijs aangetikt. Dus dat is echt lekker. En weet je wat grappig aan is? Je ziet dat er over alles opnieuw is nagedacht. Dus ik vind bijvoorbeeld dat zo'n bedieningspaneel. Ik dacht eerst toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, jezus, wat een ontzettend groot scherm is dit, zeg. Wat heb ik daar nou aan? Ik heb geen links, idee. Links. Moet ik rijden? Ja, ik moet weer terug op tijd. Jij rijdt overal weer lekker heen. Nee, ik denk, ik ben lekker bezig. Nu kant op. Oh. Ja. Ik dacht dat ik die nog moest hebben. Nee. Oké, drie keer een rondje. Ah joh, kijk hier. Huppakee. Niks. Ah, oh, lekker zeg. Hij ligt ook wel lekker zwaar. Huppakee. Niks en dat. Zo, dat was echt nieuw. Zag je dat? Ja. Zag je hoe goed hij weer terug op weg kwam? Ja, dat was mooi. Zeg. Ja, dat was goed. Mooi. Ja, hij is wel stabiel. Ja, ja, lekker stabiel. Soms zijn de mensen ook. Die moeten echt veel aanmoediging hebben, maar bij de jongen is dat niet nodig. Nee, sorry. Nee, fantastisch. Maar ik vind het mooi hoe dat bediend is en et cetera. Ik kan niet wachten op de zelfrijdende versie, moet ik eerlijk zeggen. Die is er al. Dus die kun je nu kopen. Ja. Elke auto, behalve dan de mijne, die is... Ik koop er eentje, vind als ik echt achterin kan gaan zitten. Ja. Als ik echt kan zeggen, joh, ik wil de Groningen toe, veel plezier. Waarschuwen of dat ik een beetje achterover kan zitten. Ja, maar dat kan niet. Je kunt lekker naar Groningen. Wil je niet over die stoep gaan met mijn panden? Dat is echt gewoon van. En hoe ga ik nu die kant op? Die kant weer. Pak ik. Deze pak ik. Ja. Nee, maar heb je dat dit al wel een keer gedaan? Dat je nee, ik kan mij gewoon volgen. En dan zie ik 20 minuten. Heb ik een periscoop en dan geef ik allemaal antwoord op allemaal vragen. Dus ik 20 minuten zonder handen aan het stuur zit ik gewoon daar te rijden. En ja, je kunt gewoon eindeloos... Hij gaat alleen niet automatisch linksaf of rechtsaf. De navigatie die wordt nog niet gevolgd. Hij rijdt gewoon rechtdoor. Ja. En je moet de richtingaanwijzer aandoen. Naar links en naar rechts wil die zelf gewoon naar links of rechts gaan. Dus je bent wel... En we zitten natuurlijk te wachten op de stoplichten, dat die automatisch werken. Hij ziet wel de auto voor je, deze ook. Hè. Die zegt ook van, joh, kijk nou even uit. Ja. Maar goed. Maar niet, dat is dan, je moet toch een keertje daar even in rijden. Ja. Maar je zegt toch, ik wil meer. Ik wil gewoon eerst weer wat geavanceerder zijn. Uiteindelijk ben ik een enorme openbaar vervoerrijder. Je hebt helemaal geen auto. Nee, ik heb er wel in, maar die staat echt werkloos thuis. Dat is alleen voor de kinderen. Weet je wel, drie kinderen achterin in een trein. Dat is een beetje overbodig. Maar alles voor werk, echt tot het idiote aan toe, doe ik met de trein. Ja, je kwam een uur later aan vandaag dan afgesproken. Je hebt er 2 uur over gedaan, van Zeist naar hier. Ja. Ik werd met de greenwheel starten niet en mijn fiets was en ik miste de trein. Dus af en toe heb je ellende, dat geef ik toe, sorry. Ik vind de trein prima. Maar het is ook elektrisch rijden. Ik doe het voornamelijk omdat ik gewoon relaxed. Ik hou niet zo van auto. Ik vind, weet je, sportief auto rijden als wel, maar als dat ik erheen moet. Niks. Zonder mijn tijd. Dus als dat nou gedaan kan worden, dat ik gewoon lekker mijn stukken kan lezen, een beetje kan bellen met iemand zonder dat ik moet opletten, dan wordt het echt een enorme meerwaarde voor mij. Ja. Oké, dus Rens is nog voorlopig niet in de markt voor een auto, want het is allemaal nog niet goed genoeg. Nou, wanneer komt die dan? Nou, in 2000, je kunt 31 maart kun je bij de Tesla winkel aanmelden. Aanstaande 31 maart voor de Model 3. Ja. Die heeft dan waarschijnlijk ook die autopilot gewoon ingebouwd. Maar dan moet je inderdaad, dan kun je wel naar Groningen rijden, maar dan moet je wel, als je dan de afslag links of rechts, die moet je dan nog wel even doen. Maar voor de rest kun je gewoon werken. Ja, oké. En die kost 35.000 euro. Oh, dat is wel Dan kun je voor aanmelden, want die komt in 2017. Maar kun je dus op 31 maart kun je aanmelden bij Tesla Winkel en 1 april kun je het gewoon online doen. Oh, en dan kom je in de wachtrij te staan en dan krijg je zo'n, dan word je uitgeleverd. Want het werkt bij Tesla zo, je krijgt een stukje productiecapaciteit. Dus mijn Model X, ik ga een nieuwe kopen. En die wordt dus op een gegeven moment gemaakt. En dan krijg ik bericht, dan en dan wordt die auto gemaakt. Wat voor kleur wil je hebben, dit. En dan kun je helemaal die auto kopen. Ah, echt waar? Oh, goed. Maar ga je de X kopen met die Gullwings?
Ja, want ik kan niet wachten op 2017 voordat ik die zelf... Het gaat echt alleen maar om die zelfdrijdende auto. Maar ik ga die Model X dan maar kopen. Dat hebben mensen niet zo vaak gemerkt. Dat is dan weer leuk. Hè? Dan hebben ze de Model X een beetje... Die kennen ze de Model S en dan kunnen ze weer... Oh, dat is wel heel gaaf. Ja, maar het is wel belachelijk dat ik mijn auto inruil. Deze kan een miljoen kilometers mee. Ja. Omdat de software-update niet werkt. De software-update automatisch rijden. Waardeloos. Ja, ja, maar het is, merk je al dat je aan jezelf dus... dat je al andere eisen stelt aan een auto. Want vroeger was het sowieso zo. Dat als een auto, je reed hem de garage uit en hij was al verouderd. En je kon niet meer mee. En nu deze vind je het al logisch. Prima mee. Exact. Ik bedoel, ik heb net Spotify gekregen. Ja. Nou, er zijn allemaal leuke dingen die erin zitten. Dus ik heb al die updates zijn goed, behalve dat automatisch rijden. En een heleboel dingen interesseer me ook niet. Maar automatisch rijden is wel zo dramatisch, fundamenteel anders dan ik dat ding moet hebben. Ja, snap ik. Dit is prize winning, hè? Als eerste bij het stoplicht staan als Tesla-rijder. Dat is leuk, ja. Dat is waar je ook op mikt, toch of niet? Nou, alleen met demo-ritjes hoor, want ik doe het zelf. Ik rij verschrikkelijk rustig, maar als ik met mensen zoals jij of iemand... Die vinden dat leuk om dan echt eventjes bang erin te rijden en zo. Dat is echt, kijken zo van... Jongens, ik ben er klaar voor. Hoe snel dat... En dan, ja, eigenlijk moet je achter je kijken, dat is het leukste, want die auto's die lijken gewoon stil te staan. Dus dat is echt... Zijn die mevrouw klaar zijn voor een race? Ja, nee, dat denk ik niet. Niet met dat autootje, zeg maar. Ze doen er wel even over. Kijk niet. Ja, maar die mevrouw is niet klaar voor mijn race. Goed, maar jij bent dus niet van de auto's en voorlopig moeten die dingen helemaal autonoom zijn. Wil jij in de markt zijn voor een nieuwe auto? Ja. Nou, ik ben wel van auto's. Ik vind echt auto's heel mooi, maar dan wil ik er sportief mee rijden. Maar als ik er voor woon werk, dan moet hij het eigenlijk automatisch doen. Mm-hmm. Dat lijkt me heerlijk. Ach, dat lijkt me zo lekker. Oké, goed. Gaat hij, hè? Ja. Wow. Ja, het stoplicht alleen aan de... Nu moet je dus de groene golf mis je een beetje. Oh nee. Wow. Hij merkt... Oh, shit. Hoeveel boetes heb je al gehad? Vooral als er dus van die demo-jokjes inrijden, maar... Stuur maar door. Ik zet hem altijd op cruise control en ik blijf gewoon lekker doorrijden. Nou, hey, dit was even over Tesla. Ik ga zo meteen een filmpje. Het volgende filmpje gaat even over meneer De Jong, wat hij daar eigenlijk aan het doen is. Ja.